Nou ja, volgens mij zeiden we het alle drie toen we binnenkwamen. Want ik weet nog, toen wij gisteren daar die Johan Cruijff Arena binnen gingen, hartstikke leuk daar. Alle drie hadden we het gevoel van, het zal toch naar aanleiding van die wedstrijd van Liverpool niet misgaan met Ajax. Nee. En toen kwamen al die deskundigen voorbij. Sjaak Zwart, Henk Spaan, Ronald de Boer, die ons allemaal wisten te overtuigen van het feit, ja, nee jongens, het komt goed. Het enige is, niemand had even gedacht dat Onana die bal altijd zo lang vasthoudt, en dat je dan een minuut extra nog tijd erbij krijgt. Want nou, daar ging het op mis, toch? Ja, dat ging het niet. Nee, dat is wel dat de oorzaak. Dat is uiteindelijk de hele oorzaak. En natuurlijk hadden ze bij Spurs maar één speler, dat was Son, die moest je in de gaten houden volgens Valentijn Driessen, want de rest kon er helemaal geen kloten van. Ja, op dat moment hoef je eigenlijk maar te focussen op één speler, want Moura, die kan je rustig alleen voor de keeper zetten, want die scoort nooit. Voorbij. Ja, het is Sonny Chiloy, die loopt het doel voorbij. Schoten 3-1-man gisteren. Hoppatee. Is toch niet te geloven? Die Valentijn Driessen moet vandaag nog zo'n slagbrief geven. Ja, die heeft de laatste paar weken wel momenten gehad. Maar even, nee, maar ik ben een beetje gaan houden van Ajax de afgelopen, weet je, van al die gasten, weet je, jonge ploeg en zo. Is ook. Maar wie was nou gisteren, die Dolberg was natuurlijk dramatisch. Nee, die was echt niet goed. Nee. Maar hoe kan je nou, waarom stel hem op dan? Dan had je toch Neres viel dus op het laatste moment uit. En dan moet Juntelaar opstellen. Ja, dat heeft mij ook verbaasd. Waarbij ik alweer hoorde trouwens dat Neres ook dit weekend al niet fit was en die eigenlijk beter niet had kunnen spelen in de Johan Cruijffschaal. Ja. Maar dat ze dat hebben gedaan, althans Den Haag, om hem een beetje het gevoel te geven bij te horen bij de prijs. Terwijl ze hem beter hadden kunnen sparen. En ik hoorde dat er in de rust ook Schöne er eigenlijk al doorheen zat. Maar dat hij hem er ook niet uit wilde halen. Hij had zoiets 2-0 voor. Dat wil ik hem ook niet ontnemen. Dus ja, die laat ik ook nog staan. Ja, en Dolberg, daar zeg je, die had goed getraind. Die had goed getraind. Waarop mensen zeggen, had hem lekker op de training gelaten. Maar ja, ja, Huntelaar was de laatste weken zo scherp als een mes. Ja. En die ik vond Tadić gisteren en de rest vond ik eigenlijk allemaal wel goed. Van de Beek zat niet een beetje in de tweede helft. Moest hij zwemmen, omdat ze helemaal anders gingen spelen. Dus die werd aan alle kanten voorbij. Die had steeds 3 man. Heb je ook lopen vloeken? Ik heb echt zo lopen vloeken. Ik heb het niet vaak gehad in mijn leven dat ik zo kapot zat na een wedstrijd. Ik ben gisteren aan die... Ik heb jou gezien met die nabeschouwing. Ja, wij hingen als 3 aangeslagen boksen. Ja, hingen wij in die stoelen. En dan hadden jullie ook nog iemand die net met zijn vlaggetje op de container sloeg op het dak. Maar Dick had dus echt Corpot meegenomen als bewaker, als bodyguard. Want die vond het echt eng. En die zei ook steeds, wat doen ze er op het dak? Zei, nee, dat laten we even zien. Was een man bezig met zijn takkie. Die stond even met zijn vlaggetje. Ja, het was echt ongelooflijk. Ah, ja. Maar ook Dick, en dat moet ik nageven, Dick had bijna de tranen in zijn ogen. Zagen jullie dat? Ja, zeker. Voor heel veel mensen, zeker die wat ouder zijn. Ja. Is het de laatste keer geweest? Ja, nee, maar zo is het echt, jongen. Nee. Want dit team, dit valt uit elkaar. En ja, nee, dit is echt voor de laatste keer. Luister, Wilfred, ik ga nu zeggen dat je onzin uitkraamt. 2 jaar geleden stond Ajax in de finale van Europa League. Ja. Dus dat weet ik ook, daar was ik ook bij. Maar ze staan dus binnen 2 jaar staan ze best wel ver in een Europese competitie. Dus het gaat hartstikke goed. Ik zie dat niet zo snel gebeuren. En wat hebben die Engelsen het goed gedaan, hè? Laten we wel wezen. Ja, hoe zuur het ook is. Finale, man, gewoon. Nee. Liverpool tegen de Spurs, er zit toch niemand op te wachten? Nou, vanavond kan er helemaal geschiedenis geschreven worden. Want vanavond is natuurlijk de halve finale van de Europa League. En ook met Engelse ploegen. Het kan voor het eerst in de geschiedenis zo dat zijn. Chelsea tegen Arsenal gaat spelen, de finale. Dus nou, dat alles gewoon Engels is. Dan doen we het per post, hoor, die wedstrijden. Jongen.